Ik denk dat de kern van de problemen die we nu zien op financiële markten, aanhoudende dalende koersen, hoge volatiliteit. Je moet je niet de vraag stellen of dit nou een dipje is of een bear market, dat is volkomen irrelevant. Ik denk dat het achterliggende signaal is, er is sprake van een disbalans in de wereldeconomie. We zitten op structureel te lage rentes, er wordt te weinig geïnvesteerd en we zijn met elkaar te risicomijdend geworden. Zowel bij bedrijven als bij consumenten. Men stelt beslissingen uit, men neemt geen risico en dat leidt tot de structureel lage groei die we nu zien. Wat je ziet is dat er eigenlijk steeds minder investeringen nodig zijn om het productieapparaat in stand te houden. Moderne technologiebedrijven, dienstverleners hebben steeds minder kapitaal nodig. En wat je ziet is dat grote ondernemingen, die potten tegenwoordig enorm op enorm grote schaal hun middelen op. Google, Apple hebben allemaal honderden miljarden ergens op de Cayman-eilanden staan, repatriëren dat niet naar het thuisland, geven dat niet terug aan de aandeelhouders. En dat leidt tot vraaguitval. Er is ook vraaguitval omdat steeds meer consumenten door de vergrijzing minder besteden, zien dat hun levensverwachting toeneemt en dus terughoudender worden, twijfels hebben bij het pensioensysteem en door de lage rente nog weer eens extra worden geprikkeld om juist niet te besteden, wat dus een heel tegengesteld effect is, want je hoopt dat door de lage rente mensen meer gaan besteden. En in de derde plaats zie ik, en dat is een wereldwijde trend, wij worden steeds risicomijdender. Het nemen van risico, het ondernemerschap, in de goede zin van het woord, komt eigenlijk in een kwaad daglicht te staan. We hebben het allemaal over ondernemerschap, maar het zit op microniveau. Je ziet dat grote bedrijven het doen van nieuwe innovaties, het vernieuwen, investeren, dat ze dat uitstellen uit angst om mislukkingen te realiseren en uit angst om daarvoor aansprakelijk gesteld te worden. Heeft de rol die de ECB speelt een dempende werking of juist een stimulerende werking? Aanvankelijk heeft de ECB door een lagere rente die economie wel een beetje kunnen stimuleren. Sowieso is er sprake van een structurele dalende trend in de rente door de afnemende inflatieverwachtingen en door de afnemende investeringsbehoeften. Maar wat je ziet is dat het instrument van de ECB eigenlijk bot is geworden. Financiële markten reageren nauwelijks meer op een feitelijke renteverlaging, voor zover mogelijk. Maar zijn als de dood dat Draghi zijn beloftes niet waarmaakt. We zagen in december een hele heftige reactie. Toen bleek dat de ECB intern verdeeld was. Bovendien is hun munitie feitelijk op. De Amerikaanse Centrale Bank die gaat nu toch voorzichtig inzetten op een verhoging van de rente. Is in dubio en ook die dubio, die onzekerheid, maakt dat beleggers opnieuw weer onzeker worden en elke keer hun allocaties, hun plannen aanpassen. Waardoor je ook van die enorme schokken ziet op financiële markten. Denkt u dat er ander beleid mogelijk is, en zo ja, welk? Ja, ik denk dat de sleutel niet meer ligt bij het monetaire beleid. Dat is ondertussen alle munitie is verschoten en bovendien, het paard staat nu bij een zeer goed gevulde waterbak, maar het drinkt niet. Het wil niet bewegen, het wil niet investeren. Bedrijven willen niet investeren omdat er ook minder geld nodig is voor investeren. Gezinnen willen minder uitgeven omdat ze in onzekerheid verkeren, ook vanwege hun werk. Dus er moet wel een bestedingsimpuls komen, maar die zou dan toch moeten komen doordat bedrijven opgepotte reserves uitkeren. De grootste spaarders in Nederland zijn op dit moment de bedrijven, dat geldt in heel Europa. Dus daar moeten bedrijven iets aan doen en die moeten dus niet om hun aandeelhouders te plezieren alles maar op de balans houden, maar die moeten het of uitkeren of inzetten voor nieuwe projecten. Dan wel zul je ervoor moeten zorgen dat de inkomenspositie van gezinnen weer verbetert. Dat heeft zelfs Klaas Knot gezegd. Nou, dat geldt bij uitstek voor landen als Duitsland, maar in mindere mate ook voor Nederland. En daar zie je eigenlijk dat het aandeelhouderswaardemodel contraproductief werkt. Want dat is nu even heel goed voor de aandeelhouders. Je ziet bedrijven voortdurend hoge winsten maken. De Heineken's, de Axo's van deze wereld, de Unilever's. Daar gaat het geweldig. Maar dat geld komt terecht bij een zeer selecte groep aandeelhouders, pensioenfondsen. En het komt eigenlijk niet weer terug in de economie. Dus je moet daar ergens een sleutel vinden dat die bedrijfsbesparingen op de een of andere manier weer in relatie komen. En niet
dood ergens blijven liggen bij een bank of op een obligatielening.